De plannen voor coffeeshops aan de Noorderhaven, het Zuiderdiep en de Steentilstraat zijn door het stadsbestuur afgewezen. Er zijn in de stad nu nog 3 vergunningen voor coffeeshops beschikbaar. De gemeenteraad vindt dat er ruimte is voor 14 coffeeshops in de stad. Op dit moment zijn het er 11. We hebben een aantal aanvragen gekregen. Die moeten wij natuurlijk beoordelen of zij voldoen aan de criteria. En we hebben eigenlijk op 3 van de aanvragen die we hebben gekregen, hebben wij gezegd van dat voldoet eigenlijk niet aan de criteria. Er zitten te veel haken naar de ogen en die aanvragen hebben wij afgewezen. Er worden wel eisen aan de locaties gesteld. Vaak zijn er planologische redenen of het bestemmingsplan klopt niet. Of het is bijvoorbeeld aan de rand van een woonbuurt. Dat we zeggen er is te veel oneigenlijk verkeer wat zeg maar, overlast geeft voor het wonen. Of het is een situatie waarbij we zeggen, well, ja, het is hier heeft er ooit een koffieshop gezeten. Dat speelt in de Steentilstraat bijvoorbeeld. We hebben geprobeerd die straat in een andere balans te krijgen. Daar zijn we nu mee bezig en het is niet verstandig daar opnieuw een koffieshop te zetten. Maar aan het totaal aantal van 14 coffeeshops in de stad wordt voorlopig niet getornd. Er is ook geen reden toe. De raad heeft onlangs ook bevestigd dat 14 ook nog steeds het aantal is waar we eigenlijk van uitgaan op dit moment. Alleen, ik realiseer me natuurlijk wel heel goed dat de plek waar zo'n coffeeshop kan komen, dat natuurlijk niet zo makkelijk zoeken is.